op 30 januari van dit jaar bij harde regens en hevige rukwinden. Ziet u dat we dan een situatie hier kregen waarbij een grote amandelboom werd ontworteld of ontworteld is geworden. Met alle gevolgen van dien. We begrijpen van bewoners dat de EBS en nog andere instanties hier aan te pas moesten komen. Want de stroomkabels die werden ook allemaal meegenomen. Nou, wat we begrijpen van de buren is dat Openbaar Groen in feite hier maar half werk heeft gedaan. Want u ziet het, ze hebben wel gekapt. En u ziet het, alles is nog hier gelaten. En waar de buren van vrezen is het feit dat het nu allemaal weer begint door te groeien. Met de vrees dat we straks weer eenzelfde situatie krijgen. Vandaar dat ze van hieruit hun oproep doen aan de daartoe bevoegde instanties. In het bijzonder Openbaar Groen. Om hetgeen dat ze hier hebben aangegeven, dat ze terug zouden komen met de grijper om op te ruimen, dat alsnog gebeurt. We spraken er met twee buurtbewoners, mevrouw De Vries en mevrouw Rashida. En mevrouw Rashida die heeft gevraagd om vanwege privacyreden niet in beeld te komen. Maar belangrijk is dat ze aangeven wat het probleem is. Bij mevrouw De Vries. Ja. Mevrouw De Vries, we staan hier in de Banbanstraat, een zijstraat van de Jacobstraat, die dan weer een zijstraat is van de Schimmelpenning. Ja. We staan er aan de overkant van uw woonhuis. Wat is het probleem hier? Die twee laatste total lockdown weekenden wat we hebben gehad. Die eerste weekend, het was zaterdagmorgen, de regen is zo hard geregend en de wind hard gewaaid. Die bomen zijn net hier bij buurvrouw gevallen. Hmm. Het was dus al veel groter, het was groter dus? Ja, die bomen waren groter. Mensen van een EBS en Openbaar Groen hebben ze gekapt en zo gelaten. Hmm. Ze zouden dan later... Hebben jullie zonder stroom gezeten? Hadden de bedrading beschadigd? Ja, die kabels lagen gewoon, ze waren gesneden. Okay. Ze lagen gewoon op de grond. Mm-hmm. En EBS heeft een weg gemaakt, alleen dat ze langs konden gaan met hun wagen. Openbaar Groen was hier. Ze hebben gezegd, ze komen later terug met een grijper om alles weg te halen. Maar tot de dag van heden nooit meer geweest. Mijn buurvrouw heeft meerdere malen gebeld, ik heb gebeld en we kregen als het laatst te horen, ze hebben geen olie voor hun wagens. En nu zijn we een aantal weken verder? Ik denk anderhalve maand of toen bijna twee maanden. En nog steeds geen olie? Ik weet niet of ze nog steeds geen olie hebben. Maar ik vind het wel erg van Openbaar Groen, want ik heb daar gewerkt. Dit jaar is 8 jaar dat ik met pensioen ben. Ik weet hoe ze daar werken. Dus ik vind het erg dat dit moet gebeuren. En hoe werken ze daar? U zegt, je hebt daar gewerkt. Ja, ik het ging wel goed. Dus als men een telefoontje kreeg, werd het gelijk verholpen? Ja, vooral de coördinator die daar was. Ik ga zijn naam niet noemen. Maar als die man er nog was, was dit ding niet gebeurd. Het was gelijk opgerund die zondag. En u kent die meneer. Ja. Dus ze zijn geweest, ze hebben dit wat we zien, hè, wat nu droog is helemaal, ze hebben dus gekapt en toen hebben ze de toezegging gedaan, ze komen weer om hier alles op te ruimen. Diezelfde zondag zouden ze terugkomen met een grijper om alles weg te halen, maar ze zijn tot nu toe niet geweest. En u zegt ze hebben ook daar gedumpt? Ja, net naast die schutting van buurvrouw, als u die takken daar ziet. Ja. Gewoon in die, ik bedoel die trends die over hoe kort is. Ja, daar. Okay. Hebben ze ook dingen daar gegooid. Maar u ziet zelf, die bomen groeien weer, het is erg. En daar weer, als er weer wat gebeurt, valt het precies op die paal. Hoe doen we dan? Maar wat is dit? Ik zie er staat een bouwsel. Wat is geschiedenis hier? Er was een huis hier en jaren terug is het afgebrand. Dat is wat ik heb vernomen, want ik ben pas 3 jaar hier. Hmm. En de familie? Ik weet niet van wie het is. Hmm. Ik kan niet zeggen van wie het is. Ik ben het komen aantreffen. Maar ondanks het feit dat je ook een EBS-centrale daar hebt, wordt het helemaal niet onderhouden daar? Nee. Het blijft zo. Het blijft maar groeien.
Hier zelf was bos, die meneer heeft het laten openkappen, zei hij gaat opvullen. Ja. Is dit niet een, als ik het goed heb, is dit niet een langslopen, gaat de trein hier niet door? Ja, die trein gaat door, maar tot waar het eindigt weet ik niet. Ja. Maar hebben ze nou niet die takken en zo in de trein gezet? Ja, want het water komt op het erf bij mij als het regent, echt zware regen. Maar hebben de mensen dat toen niet gezien die dag, dat ze het goed in die trein plaatsen? Nou, ze zullen het hebben gezien, maar ja, ze wilden weer weggaan toch. En je hebt ons laten roepen waarom? Omdat het erg wordt. Kijk, die bomen groeien weer. Straks is het weer aan die kabels. En dan hebben we weer problemen hier. Ja, dat zie je hier duidelijk, hè? Vooral bij deze. Ja. Ja, hier. Want die kabels waren gewoon gesneden door de wind en de regen. En u zegt, jullie zijn ook bang daarvoor. Ja, we zijn bang daarvoor. Dat ook elk moment kan omvallen. Ja. En dan hebben jullie, dat zitten jullie weer dagen zonder stroom. Nou, ik had die zaterdag wel stroom. Mm-hmm. In de avonduren, zo rond 9:00, is EBS gekomen. Ze hebben mijn stroom afgesloten. En pas zondag, toen ze zijn komen werken, had ik weer stroom. Ja. De hele buurt zat eigenlijk zonder stroom. Heel Schemmelpenning. Maar ik zie dat er nu hier, langzamerhand, krijg ik de indruk dat dit een vuilnis, dit een vuilnisbelt wordt. Ja. Ik weet niet wie dat vuil daar heeft gedumpt. En ook als je daar naar binnen kijkt, achter het gebouwtje van de EWS, ziet u dat men ook een heleboel vuil daar dumpt. Ja, men gooit vuil daar, alles. Zelfs hier werd er vuil gegooid. Ja. En u zegt, u hebt daar gewerkt, u hebt bij Openbaar Groen gewerkt. Okay. En dit is in feite niet de werkwijze. De werkwijze is, het werd gelijk opgeruimd, weggebracht. Yeah. Hier is de toezegging gedaan, alleen hebben ze het nog wekenlang, nog niet gedaan. Ja, dat is het. Zie je die twee laatste total lockdown weekend. En dit ding is gebeurd bij die eerste weekend, zaterdagmorgen. Want de total lockdown was van 7:00 vrijdagavond tot maandag 5:00. Dus zaterdag is dit ding gebeurd. Pas zondag zijn ze hier gekomen. En tot nu toe niks. Ja. Er wordt gebeld, maar je kreeg niks. Hoe zit het met ongediertes? Hierin? Nou, wat je hier hebt zijn die leguanen. Geen slangen en overige dingen dus? Nou, ik heb pas twee slangen maar hier gezien in die 3 jaren dat ik hier ben. Ja. Maar geen last van bijvoorbeeld dat mensen zich hier schuil houden, dat jullie bang hoeven te zijn? Nee, dat niet. Hebben we tot nu toe niet. Ik tenminste, ik heb geen last van dat soort dingen. Ja. Maar u zegt, het zou wel goed zijn als dit werd opgeruimd. Ja, het moet opgeruimd worden, want ze hebben ons gezegd, die mannen van Openbaar Groen, ze hebben gezegd dat ze het komen opruimen met een greper, maar tot nu toe niet. Maar bij 1 keer bellen waren ze al hier, toen dit was omgevallen? Ja, die zaterdag waren ze geweest, maar wat is het, er was een bijennest in die boom en die bomen lagen op die kabels. Dus die heren waren eigenlijk bang. En zondagmorgen is er een andere groep gekomen en die heeft dan opengekapt. Want IBS had dan die bijennest al gebrand en een stukje gemaakt dat ze langs konden gaan met hun wagen. En die hoogwerker. Maar nadien is er niks meer gebeurd. Alles is zo gebleven. We staan er ook met mevrouw Rasida, die vanwege privacyreden heeft gevraagd om niet in beeld te komen. Maar zij wil ook even aangeven hoe erg de situatie hier is. Want het had een hartje maar gescheeld of haar huis was eraan gegaan. Mevrouw Rasida, vertel, het was 30 januari, zegt u? Ja, 30 januari, toen er een hevige rukwind was, zijn al die bomen van de overkant op dat huis van me gevallen. En toen was ik op het werk, hier was onder water, kabels waren kapot in dat water. Dus toen was ik op het werk, heb EBS gebeld. Ja, en die zijn pas de volgende dag, tegen 10:00 pas, aanwezig. Dus niet dezelfde dag? Niet dezelfde dag.
En hebben ze gezegd van ja. Met alle gevaren, dus ondanks dat die kabels zo waren? Ja, dus zijn ze, nee, die avond ervan zijn ze gekomen alleen om de stroom te sluiten. Voor dat gevaar, maar daar hebben ze alles gewoon zo gelaten. Dat was de volgende dag. En ze zeiden van, feitelijk zouden ze me niet kunnen helpen om die bomen van dat huis van me weg te halen. Ze hebben gezegd, ze gaan gewoon een weg maken, zodat ze naar het IBS-mast kunnen gaan, zodat ze dat weer vast konden maken. Maar toen hebben ze me gevraagd van, ja, zijn er geen jongens, dus mijn zoon en mijn buurjongen en een man van voren is gekomen om me zo te helpen om die bomen van dat huis van me weg te halen. En daarna was openbare groen ook erbij gekomen. Toen hebben ze ook gevraagd, die mannen van IBS, van als ze een weg konden maken zodat ze naar achteren konden rijden. Dus dat heeft openbare groen gedaan. Ze hebben alles aan de zijkant zo gezet. Vanaf die dag zeiden ze van later van, ze gaan terugkomen om dat met een grijper op te rapen en om het te verwijderen, dus om het schoon. Maar ze zijn niet geweest tot de dag van vandaag. En die boom begint weer te groeien. En het is niet zo ver meer van die stroomdraden weer, wat u ziet. Los van daarvan, hoe dat alles zo ligt, zijn er ook jonkies die heleboel huisvuil van mensen hier komt dumpen. Ja, dat vroeg ik net aan uw buurvrouw. Ik zie dat er hier nu behoorlijk vuil wordt gedumpt. Ja, en dat creëert ook een stank voor mij, want het is ook net aan de overkant van mij. En door dit alles is het ook moeilijk om mijn auto ook naar binnen te brengen in mijn garage. Want u ziet van, het is ook op de weg. Dus. Ja. Ik heb me 2 weken terug gebeld naar openbare groen. Ze zeiden me van ja, ze hebben geen olie, dus ze kunnen niet naar hier komen. En ik snap het niet. En het was een heer Sital die me dat zei van ja, ze hebben nu geen olie om naar hier te rijden. Dus je weet niet waar je naartoe moet. Is er een trend hier waar het vuil nu allemaal is gedumpt? Van zo'n ja. En feitelijk wel moet er zo een gootje naar daar lopen, maar ik weet niet van wie dit perceel is. Dit is al jaren zo. Het is langer dan 35 jaar dat het zo is. En er groeien grote bomen, dus die gaan steeds de stroomkabels. Maar kijkt u naar die daar? Ja, ja, dus ik heb IBS ook gevraagd van wat about die boom die zo achter die IBS huis ja, staat en het gaat al aan de lantaarnpaal. Ze vinden van het is een voor een andere afdeling en tot de dag van vandaag kijken, het is al maanden.